Ik sta bij Patrick Visser, die vannacht zijn inzet heeft getoond voor Tennis for Life voor het KWF. Hij heeft namelijk 12 uur lang tennislessen gegeven. Hij is gisteravond om 11 uur begonnen. En hoe is het allemaal vergaan, Patrick? Nou, ik moet zeggen dat ik een hele goede mentale voorbereiding heb gehad. En ik liep al rond 8 uur hier op het park. En het leefde al een beetje binnen de club en de mensen. En om 11 uur kon ik een start maken op baan 8, want de wedstrijd liep nog een beetje uit. En ja, gewoon hele leuke groepen gehad, leuke mensen. En ja, halverwege de nacht had ik het een beetje zwaar. Maar goed, ik moet nog een uurtje en dan kan ik het mooi afronden. Maar, ja, goed. Want de bedoeling van jouw actie, kan je daar iets over zeggen? Nou, ik heb geprobeerd om een aantal mensen, die gaan zich inzetten dus voor KWF. En iedereen heeft een actie bedacht. En mij leek het dus fantastisch om 12 uur non-stop tennisles te geven. Waarvan de nacht, hè, dus 11 uur 's avonds ingaan tot 11 uur de volgende dag. En ja, er mensen op in kunnen tekenen en het zat ook vrij snel vol. En ja, iedereen heeft een vrije gift, doneert. En ik had een doel van 1000 euro. En daar zit ik eigenlijk al dik overin. Dus ik ben erg blij daarmee. Dit gaat allemaal tijdens het toernooi, hè? Want deze week is er ook een toernooi gaande. Dat is het Lulof Open. Loopt dat ook allemaal een beetje? Want daar ben je ook de organisator van. Dat loopt meer naar wens. We hebben 250 deelnemers. En het zit gigantisch vol. We hebben in de voorbereiding ook al de mensen gepromoot, hè, met een stukje PR. En ja, mensen, we hebben een aantal acties, hè, in combinatie met het KWF Tennis for Life. En ja, goed, we hebben een ballenraadactie. En vrijdagmiddag komen allemaal kids voor een toernooitje. En ja, dit is te veel om op te noemen. We hebben natuurlijk nog een veiling zaterdagmiddag. Mooie prijs en een verloting. Patrick, er zijn een heleboel mensen geweest die dit mooie evenement voor Tennis for Life mogelijk hebben gemaakt. Kun je daar iets over vertellen wie dat waren of wie dat zijn? Ja, in eerste instantie wil ik Marloes Smit even noemen. Zij heeft ook een beetje is op het idee gekomen om dit te organiseren. Ze heeft veel geld opgehaald. Sanne Kleinenberg zit in de KWF-commissie. Robert Bunskoek, namens de sponsorcommissie, is even heel belangrijk. Die heeft ook alle drie deelnemers van het toernooi. En hebben ja, gigantisch veel werk verricht. En ja, zonder hun was het succes denk ik minder geweest. Maar goed, samen sterk zeg ik. En ja, ik wil ze eigenlijk wel bedanken daarvoor. Mijntje heeft een hele mooie actie bedacht voor KWF. Kun je er iets over vertellen, Mijntje? Ja, ik heb armbandjes verkocht. En die heb ik, ben ik langs de deuren geweest. En toen heb ik ze verkocht en ik heb 174 euro.